Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag zoete bladerdeeg hapjes maken. Ik heb nodig bladerdeeg, ik gebruik deze. Geroosterde hazelnootstukjes, ik gebruik deze van de Lidl. Karamelsaus, ik gebruik deze. Slagroom, poedersuiker en wat poedersuiker extra. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, voor ik ga beginnen ga ik eerst mijn oven voor verwarmen op 180 graden. En doe ik mijn slagroom terug in de koelkast tot ik hem nodig heb. Ik heb hier al een bord en een mes. En hier ga ik mijn bladen dicht opsnijden. Ik ga ieder plakje in 4 stukken snijden. Haal ik dit laagje weg. Ik heb hier een bakvorm belegd met bakpapier en hier ga ik ze opleggen. Zo, ik ga niet alles maken, ik heb genoeg aan deze. Ik ga het nu bakken op 180 graden, hoeveel minuten laat ik jullie in de beschrijving weten. Deze zit ook terug in de diepvries. En dan ga ik hem ertussen mijn slagroom kloppen. Zo. Ja, ik ga ondertussen mijn slagroom kloppen. Of mixen. Dan doe ik hierin. Doe ik de poedersuiker erbij. En deze ga ik goed mixen. Zo, dit is klaar. Ik heb hier een spuitzak en een spuitmond en hier ga ik mijn slagroom in doen. Deze ga ik in de koelkast doen tot ik hem nodig heb. Nou, mijn bladerdeeghapjes zijn klaar. Ik ga ze nu uithalen. Kijk, zo zijn ze geworden. Ik laat ze even afkoelen en dan ga ik ze vullen. Mijn bladerdeeghapjes zijn nu afgekoeld. Ik ga ze nu vullen. Ik ga ze eerst door midden snijden. Maar los van elkaar snijden. Zo. Zo. Ik heb hier nog een spuitzak en daar ga ik mijn karamel in. Schudden. Ik ga even wat in de spuitzak doen. Ik heb hier mijn slagroom en nu ga ik ze vullen. Ik ga alleen de helft vullen, de andere komt er bovenop. Ik ga nu een beetje hazelnoot erop strooien. Ik
Ik heb hier mijn karamelsaus. Ik ga hier een klein puntje van afknippen en daar ga ik hier overheen. Ik ga nu de deksels erop doen. Bismillah. Op. En met de rest van de zorgroom ga ik hier een proefje op doen. Ik ga nu een beetje poedersuiker erop doen. Ga ik nog een klein beetje karamel erop doen. Ik ga het nu op een papier en vormpjes leggen en dan op een bord en dan laat ik jullie het resultaat zien. Nou, dit is het resultaat. Ik ga zo eentje door midden snijden, dan kun je ook de binnenkant zien. Ik ga nu eentje door midden snijden. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ga het proberen. Bismillah. Kijk, dit is de binnenkant. Vol met slagroom. Dank jullie wel voor het volgen en wie weet tot de volgende keer. Salam alaikum. Doei doei.